Hallo mensen van het Gameportaal, mijn naam is Louis Kevin en welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag dinsdag en vandaag ga ik aan jullie laten zien hoe jullie door middel van Worldcards PvP over de hele server kunnen uitzetten en dan een aantal PvP zones kan maken. En dat is wat ik vandaag aan jullie ga laten zien. Wij beginnen vandaag met Putty en WinSCP. Wij gaan allereerst in de serverpuntproperties ervoor zorgen dat PvP standaard aanstaat. Daarvan maken wij PvP is false, maken wij PvP is true. Wanneer wij nu standaard de server joinen, staat PvP over de hele map aan. En door middel van een worldcard gaan wij dat zometeen uitzetten. Dus wij beginnen nu met het opslaan van dit bestandje. Hebben we dat gedaan? Ja, dat hebben we gedaan. Dus nu is PvP true. Wat ik nu ga doen is ik ga Minecraft natuurlijk even opstarten. Want wij moeten in-game nog een aantal comments uitvoeren. Wij hebben net PvP is true gedaan, dus wij kunnen de server in principe ook weer aanzetten. Dat duurt ook meestal even, dus daarom doe ik dat even tegelijkertijd. Zoals je ziet is het best wel snel, meestal duurt het even met MMO. Maar nu ging het redelijk snel. En nu zijn wij dus ook klaar. 1.7.10 is aan het opstarten. Ik zit nog niet op 1.8, de server zit ook nog niet op 1.8. Dat komt allemaal binnenkort. Wij gaan naar Direct Connect en wij gaan naar play.alwayskevin.nl of play.hetgameportaal.nl. Wat ik nu eventjes ga doen, is ik ga natuurlijk door het portal heen. Huppakee. En nu zijn wij dus in de server. En wat er nu nog moet gebeuren, is wij moeten eerst de PvP over de hele server uitzetten. En dat doen wij door middel van slash rg... RG flag laagstreepje global laagstreepje en dan PvP deny. Wat jij dus nu doet over de globale wereld, zet jij PvP uit. Dus nu kan niemand meer PvP, terwijl in de serverpunt property staat dat het wel kan. En wat wij nu nog kunnen doen, is wij kunnen zones creëren die zeg maar boven deze maatregel staan. Dus dat ga ik nu even laten zien. Hier hebben wij bijvoorbeeld, een PvP arena die speciaal is gemaakt naast spawn. En hier kun je op dit moment nog niet vechten. Hier is ook nog nooit gevochten. Dat gaat vanavond natuurlijk veranderen. Wij gaan nu dit aanpassen. Wij klikken hier, ongeveer halverwege de muur. Zodat niet buiten de muur ook gevochten kan worden. En wij klikken aan de andere kant schuin daar tegenover ook op de muur halverwege ongeveer hier. Wat ik nu ga doen is ik doe // expand vert. En nu gaan wij een verticale uitbreiding maken. Zowel onder de grond als in de lucht hierboven kan nu ook gevochten worden. Dat is wel een nadeel, maar dat zorgt er wel voor dat het allemaal helemaal goed geregeld is. Nu hebben wij dus een selectie, maar nu hebben wij nog geen region. En dat moeten wij nu nog even doen. Dat doen wij door middel van slash region define arena maken wij ervan. Je hebt ook afkortingen, die kun je natuurlijk ook gebruiken. En wat wij nu nog moeten doen, is wij moeten zorgen dat in deze region PvP wel toegestaan is. Dat doen wij door middel van slash region flag arena PvP allow. Als ik nu region list doe, dan zie je dat er 3 regions zijn. We hebben globaal, we hebben arena en we hebben de spawn. Maar globaal, dat is een hele algemene region. En die staat eigenlijk boven alles. Dus wij moeten ervoor zorgen dat arena een prioriteit krijgt. Laat ik het in het Nederlands doen, aangezien mijn Engels echt bagger is. En dat doen wij door middel van slash region set priority arena. Nou, laten we zeggen 10. En nu is de priority of arena set to 10. Dus alle nummers hoger dan dit, die gaan weer voor. Maar aangezien globaal is en geen priority nummer heeft, maakt dat voor nu niet zoveel uit. Dus nu hebben wij ervoor gezorgd dat wij in deze lobby, of in deze arena, kunnen PvP'en. En mocht je nou willen weten hoe dit eraan toe gaat, dan kun je dat vanavond natuurlijk zien. Want vanavond zullen er genoeg mensen zijn die hier gaan PvP'en. Dus mocht je het leuk vinden, het is vlak naast de spawn. Hier is volgens mij de ingang, kijk daar.
Ik zal nog even zorgen dat hier straks een pad komt. En dan kun jij ook meedoen. Wat ik nu nog even wil laten zien is... er is iemand in de server. We kunnen wel even laten zien dat het ook inderdaad werkt. Jamie Dutch is in de server gekomen. Dus dat kan ik nu eventjes laten zien. Wat wij nu doen is TPO here. Jamie Dutch. Sla mij eens. Slash game mode. Survival. Doe maar. Sla. Sla mij eens. Hey, Jamie. Sla mij eens. Sla mij eens. Kijk, zie je? Ik kan nu ook dood. Dat is dus wat er gebeurd is. Mijn bloed is gestopt. Oh shit, nu ga ik dood. Nice. Oké, ik ga nu nog even aan jullie de lobby laten zien. En dat is, dat hadden jullie al gezien, maar ik wil nog even een aantal dingen duidelijk maken in deze video. Zoals je ziet hebben wij hier dus de grote boom en Barona Timo en we hebben mijzelf. En alleen is er nu nog een survival wereld 1.7, 1.8 komt die binnenkort naast. Daarnaast hebben wij heel veel portals over, dus we zijn benieuwd of er mensen zijn die plugins kunnen maken. Of die leuke ideeën hebben voor minigames die wij kunnen integreren. Misschien wil je wel graag een faction server, dat kan allemaal. Laat dat natuurlijk in de reacties achter. En laat natuurlijk ook even in de reacties achter als jij dingen van... like even reacties van andere mensen. Als jij hun ideeën leuk vindt, dan kan ik namelijk zien wat er in moet. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze korte aflevering. En ik hoop jullie aanstaande zondag weer te zien bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.